en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik echt een super leuke make-up collectie testen. MAC heeft een samenwerking met Cruella de Vil van Disney. Ik weet niet wat het is allemaal de afgelopen tijd, maar allemaal make-up merken hebben allemaal samenwerkingen met Disney. Ik heb er ook al twee gereviewd van I Heart Revolution. Die hadden samenwerkingen met Arielle en Aristocats. Die video's staan allebei al op mijn kanaal. En ik zag dat MAC is uitgekomen met een Cruella de Vil collectie. Ik moet wel zeggen dat ik niet gelijk dacht van wauw, deze collectie is echt prachtig. Maar ik vond het wel gewoon heel mooi. En ik vind Cruella de Vil en 101 Dalmatiërs allemaal super leuk. Ik heb die film ook gewoon gezien. Let me know of je de film hebt gezien beneden in de reacties. En er komt nou ook weer een Cruella de Vil film. Daarom heeft ook MAC deze collectie uitgebracht. Dus ik dacht, ik pas ook lekker mijn achtergrond aan. Ik maak het helemaal Cruella-achtig met wit en zwart. Want zo is zij ook. Zij heeft alles wit en zwart. Haar haar is ook zo half wit en half zwart. Dus ik dacht, dat is wel leuk voor deze video. En we gaan vandaag eventjes kijken of deze MAC collectie het waard is. Ik heb al in jaren geen MAC collectie getest. Omdat MAC gewoon met niks uitkomt wat mij aanspreekt. Maar deze collectie wel. Dus let's do this. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb alle producten hierin zitten. Het zijn 4 producten. De collectie is niet echt super groot. En ik heb ook niet alles gekocht. Ik heb gewoon de hoofdproducten besteld. Wat heb ik niet gekocht? De 2 kwasten. Ik heb niet echt behoefte aan kwasten. Dus ja. MAC is ook niet echt bepaald goedkoop. En ik had geen zin om 300-400 euro te gaan moeten besteden aan heel deze collectie. Dus wat mij niet aansprak heb ik niet besteld. En dat zijn dus de 2 kwasten. Het oogpotloodje sprak mij ook echt totaal niet aan. Want die ga ik toch niet gebruiken. En de nep wimpers heb ik ook niet besteld. Want die zijn super naturel. En ik weet gewoon dat ik die niet ga gebruiken. De rest heb ik wel besteld. Oké, jongens. Ik heb dus iets voor de ogen. Ik heb een blush en 2 lipproducten. Dus ik ga beginnen met de ogen. En dit is het oogschaduwpaletje. Ik zal het even hier vasthouden. Want hier is de witte achtergrond. Dit paletje is echt klein. Ik had hem niet zo klein verwacht. Kijk, vergeleken met mijn hand. Het is ongeveer even groot als mijn hele hand. Ik had echt een iets groter paletje verwacht. Maar whatever. Dit is dus de verpakking. Heel mooi. Zodat wit met zwarte. Ik vind de verpakkingen heel erg mooi. Alleen ik moet zeggen dat het paletje, de kleuren mij niet echt aanspraken op de website. Oké, dit is dan het paletje. Het is wel echt heel erg klein, jongens. Oh my god. En dan als je hem openmaakt zijn dit dus de kleurtjes. Het zijn een beetje aparte kleurtjes. En ze liggen ook een beetje apart in het paletje. Wat ook apart is aan dit paletje is dat je hem uit elkaar kunt halen. Het is een magnetisch paletje. En je kunt het zo uit elkaar halen in van dit soort kleine stukjes. En dat is handig voor to go. Als je bijvoorbeeld maar 2 kleurtjes wilt gebruiken of zo voor onderweg. Dan haal je gewoon het paletje uit elkaar. En dan heb je allemaal zo van deze mini paletjes. Dit is niet per se iets heel unieks. Want mijn Florence by Mills paletje had dit ook. Dat paletje kwam ook zo magnetisch uit elkaar. Oké, hoe moeten ze nou weer terug in elkaar? Oh my god. Oké, nou is hij weer in elkaar. En je kunt het ook zo uit elkaar halen in zulke paletjes. En dan gewoon zo meenemen. Je kunt er gewoon allemaal zo van die mini paletjes van maken. Dat vind ik op zich best wel handig voor mee op reis. Ik moet ook zeggen dat de magneet echt heel erg goed is. Bij dat andere paletje van Florence by Mills viel het paletje heel te uit elkaar. De magneten waren niet echt krachtig genoeg, zeg maar. En dat is bij dit paletje wel. Het zit echt goed vast in elkaar. Dus ik denk niet dat het heel te uit elkaar gaat vallen. Maar ik moet zeggen dat ja, deze kleuren maar niet echt per se aanspreken. Zijn echt hele aparte kleuren. Maar ja, we gaan er gewoon iets van maken vandaag. Het paletje is 44 euro. Dus je betaalt een hoop geld voor slechts 8 kleuren. Het zijn niet echt heel veel kleuren ook. En een aantal zijn mat, een aantal zijn glanzend. Deze 4 kleuren hier zijn glanzend. En deze 4 kleuren hier zijn mat. Maar ik moet wel zeggen dat qua kleuren het is wel heel Cruella-achtig. Zodat wit en zwarte en zo. Het is wel echt een beetje Cruella kleurtjes. Ik haat het altijd als merken een samenwerking hebben met iets. En het dan helemaal qua kleuren helemaal niet matcht met de samenwerking. En dat vind ik hier wel. Dus het is een heel klein apart paletje. Maar ik vind het wel cute gewoon. Dus hiermee ga ik even een look maken. We gaan inzoomen op de ogen. Oké, ik ga eerst beginnen met het primen van mijn oogleden. En daarvoor gebruik ik mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Ik dacht, we hebben een MAC video. Dus laat me ook mijn MAC Soft Ochre Paint Pot gebruiken. Ik ga beginnen met deze nude matte kleur. Die kleur ga ik aanbrengen met mijn Zueva 228 Fluffy kwast. En die breng ik gewoon een beetje zo aan in mijn arcadeboog. Oh, daar komt meer kleur vanaf dan dat ik had verwacht. Ik dacht echt, deze kleur ga je echt weer niet zien. Maar op zich, kijk, je kunt hem echt wel gewoon zien. Ik gebruik echt bijna nooit MAC oogschaduwen. Ik gebruik echt alleen maar MAC lipsticks eigenlijk. En mijn MAC Fix Plus, obvious. Die gebruik ik echt in elke video. Gebruiken jullie nog heel veel MAC? Vroeger was MAC echt de shit. En nou is hij een beetje, ja, nou is het een beetje aan het vervagen of zo. Ik weet niet, MAC komt nooit meer echt uit met iets nieuws waarvan ik zeg wauw. Deze collectie vond ik ook niet echt wauw, maar ik dacht dat jullie het wel graag zouden willen zien. En ik vind alles omtrent Disney en zo gewoon heel leuk. Dus ik vond het ook gewoon leuk om te hebben als een soort van collectors item, zeg maar. Ik moet wel zeggen, ik vind MAC lipsticks echt de beste lipsticks ever. En MAC Fix Plus, I love it. Echt een super fijne hydrating spray. Maar ik ben heel benieuwd, wat zijn echt jullie must-haves van MAC? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ga even een stukje plakband hier aanbrengen om het mooi strak te houden. Dan ga ik in met deze blauwe matte kleur. En die kleur wil ik gaan aanbrengen zo helemaal hier zo in de buitenste hoek. Daarvoor gebruik ik deze platte fluffy kwast van Morphe van de Sweet Oasis kwastencollectie. En deze kleur ga ik gewoon helemaal zo hier indrukken in de buitenste hoek. Oeh, hij is heel erg blauw. I love it. Dan pak ik de zwarte matte kleur hier beneden. En die zwarte kleur ga ik een beetje ook aanbrengen hier in de buitenste hoek. Om het een klein beetje donkerder te maken. Maar echt maar een heel klein beetje. Wow, deze zwarte kleur is echt super gepigmenteerd. Ik pak echt maar een heel klein beetje. En er komt echt al best wel veel van af gewoon de hele tijd. Kijk, zie je nou het verschil met hier en hier? Hier is het nou echt een beetje donkerder. Is er iets meer diepte. Terwijl hier is het echt gewoon nog zo saai blauw. Dan pak ik deze witte matte kleur. En die kleur ga ik zo hier zo indrukken op mijn ooglid. In de binnenste hoek. Wauw, deze witte kleur is echt super wit. Dat zie je niet heel vaak. Cruella de Vil is echt wit en zwart. Dus dat zijn ook echt de kleuren die ik een beetje wil terugbrengen in deze ooglook. En dan pak ik weer een beetje van die blauwe kleur. En dan ga ik die een beetje hier zo inblenden met de witte kleur. En dan pak ik deze zilveren glanzende kleur. En die kleur ga ik dan ook zo een beetje indrukken op de witte kleur. Om een beetje een soort van glitter daar te krijgen. Oké, deze glanzende kleur had wel een heel klein beetje fallout ook. Vind ik hem niet echt heel erg glanzend. Dat vind ik wel jammer. Maar voor de rest, de matte kleuren waren echt geweldig. En de kleuren zijn ook echt heel boterachtig. En ze blenden echt super super fijn mee. Dus het ging echt heel erg goed. Kijk hoe mooi het zwarte in het blauwe blendt. En het blauwe weer in het witte geblend. Alles blendt helemaal prachtig in elkaar. En bracht ook echt gewoon goed aan. Oké jongens, daar ben ik weer. Ik heb eventjes mijn hele gezichtsmake-up gedaan. Nou kan ik mijn ogen afmaken. En ik heb nep wimpers op en een winged eyeliner. Ik heb gewoon random wimpers op van Shein. Ik ga nou zowel de blauwe kleur als de zwarte kleur aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Dit is dan de hele ooglook helemaal afgemaakt. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt super mooi. Ik vind dat het echt goed is gegaan. Hier is het van iets meer close-up. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik heb echt helemaal geen moeite ermee gehad of whatever. Oké, we gaan verder met het volgende product. En dat is deze blush duo. Dit is dus gewoon een blush in twee verschillende kleuren. €31. Dat is een hoge prijs voor een blush. Maar wel een normale prijs voor MAC. Dit is de verpakking. De verpakking is heel mooi en heel chic. Je kunt hem zo openmaken door zo hier op het knopje te drukken. En dan gaat hij zo open. Dus qua verpakking is hij echt wel de €30 waard. Het is echt een hele prachtige, chique MAC verpakking. En de blushkleuren zien er ook echt prachtig uit. Als ik er zo naar kijk lijkt het alsof de roze kant echt mat is. Maar de andere kant heeft een beetje een lichte glans er doorheen of zo. Ik heb eventjes allebei de kleuren geswashed. En de lichte kleur heeft inderdaad een glans en de roze is gewoon mat. Ik hou altijd wel van een heftige roze blush. Je kunt ze gewoon los van elkaar gebruiken. Misschien eventueel deze kant als highlighter. Of je gebruikt ze gewoon gemixt. Dan mix je ze gewoon samen en dan breng je ze gewoon zo aan. Ik weet niet. Misschien dat ik die glanzende kleur ook een beetje als highlighter kan gebruiken of zo. Er zit ook vitamine E in. Dat is ook leuk om te weten. Ik vind deze Cruella verpakkingen echt zo mooi. Oh my god. Ik denk dat ik gewoon een beetje zo de kleuren allebei mix. Ik heb al bronzer opgedaan. Alleen nog geen blush, obvious. Heel mooi. Het wordt echt roze. De roze kant neemt echt over. Omdat die wat felder is. Dus als je ze gaat mixen wordt het alsnog vooral roze. Maar ik vind het wel heel mooi. Doordat ik het ook heb gemixt heeft het ook zo'n hele lichte glans er nou doorheen. Het blendt ook gewoon helemaal goed uit. Het is ook niet te heftig. Ik heb wel echt maar een heel klein beetje gepakt. Als je veel pakt dan wordt het echt too much. Dus pak echt maar een heel klein beetje. Ik vind het mooi. Ik hou wel van een roze blush. Als roze jou niet staat moet je deze blush echt niet kopen. Roze blush staat niet bij elke huidskleur. Maar voor mij, ik vind het echt heel mooi. Kijk even hoe mooi dit ook zo is met dat blauwe. Ik vind het echt heel erg mooi. I like it. I like it a lot. Ik ga proberen om die lichte kant te gebruiken als highlighter. Ik denk niet dat hij daarvoor genoeg glanst, maar ik ga het toch gewoon proberen. Oh, op zich krijg je wel een mooie lichte glans. Oh, dat vind ik wel leuk. Je kunt het dus ook gewoon echt gebruiken als highlighter. Kijk, zie je dit? Oh, dat vind ik heel mooi. Dat maakt dit product al gelijk veel beter. Nou heb je letterlijk gewoon een blush en een highlighter in één. Ook een beetje hier bij mijn voorhoofd. Het is heel subtiel, maar wel gewoon heel mooi. I like it. Ik ga het ook aanbrengen een beetje zo op mijn neus. Ik wil ook eventjes een hele mooie lichte glanzende kleur aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. Dus ik gebruik dit Pixie paletje. En dan pak ik de lichte kleur hier, Lace. En die ga ik dan zo'n klein beetje aanbrengen hier in de binnenste ooghoeken. Want dat vind ik altijd wel mooi. Dan de laatste twee producten. Die zijn allebei voor de lippen. Het is een gewone lipstick en een matte liquid lipstick. Ik ga beginnen met de gewone lipstick. Dit is gewoon een normale lipstick zoals je gewoon gewend bent van MAC. De kleur heet Sweet-N-Vicious. En de collectie heeft 3 verschillende kleuren lipsticks. En ik heb de nude kleur gekozen. Ook deze verpakking is echt weer prachtig. Zien we dit? I love it. Echt weer heel Cruella-achtig. En de kleur lijkt ook echt heel erg mooi. Het is een beetje een soort van nude, lichte roze kleur. Ja, het is echt rozig. Ik ga hem aanbrengen, maar ik ga hem wel aanbrengen met een lippotloodje. Want ik denk dat de kleur te licht gaat zijn voor mijn huidskleur om hem alleen te dragen. Ik ga het combineren met dit MAC lippotloodje in de kleur Soar. Deze is echt al bijna op. Zoals je kunt zien, hij is echt super klein. Jongens, kijk even hoe mooi dit is. Wauw, ik vind dit echt prachtig. Dit is echt een kleurcombinatie die ik zou dragen. De lipstick voelt gewoon super fijn aan. Gewoon zoals je gewend bent van MAC. Het is een matte lipstick, maar het brengt super, super creamy aan. Het voelt helemaal niet uitdrogend aan of wat dan ook. En ik heb echt hele droge lippen. Dus ik handel het echt niet als een lipstick te droog is. Het voelt super creamy aan, maar het heeft gewoon een matte finish. Dus ik vind het echt fantastisch. Ik vind het ook heel mooi met de look. Ik vind het ook heel mooi samen zo met die roze blush. Echt heel erg blij. Ik ben blij dat ik de nude kleur heb gekozen. Dan ga ik verder met de matte liquid lipstick. Deze matte liquid lipstick is er ook weer in precies dezelfde 3 kleuren als de normale lipstick. En ik heb de kleur Mayhem of zoiets gekozen. En dat is de fel rode kleur. Ik dacht ja, ik pak eentje nude en dan eentje fel. En rode lippen is echt precies Cruella. Dat is helemaal Cruella dat ding. Dus daarom heb ik deze ook gekozen. Nou, ook deze matte liquid lipstick echt prachtig. Ik vind ook de applicator vind ik echt heel erg fijn. Want het is echt zo super puntig, zoals je kunt zien. En daardoor maak je echt zo'n hele perfecte rechte lijn. Je hoeft helemaal niet in te gaan met de lippotloodje nog extra om het recht te maken of zo. Het wordt gewoon helemaal zo mooi recht. Het voelt ook helemaal weer niet uitdrogend aan. Het is helemaal mat, maar het trekt niet aan mijn lippen. Het voelt ook gewoon zo lekker dun aan. Het is gewoon al met al heel erg comfortabel. En de kleur is ook echt prachtig. Het is echt een mooie rode kleur. Een beetje een feldere rode kleur. En daar hou ik altijd wel van. Maakt ook mijn tanden weer iets witter. En dat was het dan jongens. Dit was het laatste product van de collectie. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele look met de MAC Cruella de Vil collectie. Wat vinden we ervan? Wat vinden we van de look? Wat vinden we van de make-up? Ik ben echt heel erg blij met de make-up look. Ik vind het echt heel Cruella de Vil-achtig. En het is ook echt best wel goed gegaan. Ik ben enthousiaster over de collectie dan dat ik van tevoren had gedacht. Dit paletje werkte gewoon echt prima. Het is een beetje een apart paletje. Het is een beetje ook vooral een collectors item naar mijn mening. Maar het paletje werkt op zich wel goed. Het is niet dat je een crappy paletje krijgt of zo. Maar denk ik nou echt gelijk wauw bij dit paletje. En vind ik het de hoge prijs waard? Dat niet per se. Deze blush heeft mij het meeste verrast vandaag. Ik had in het begin niet echt wauw. Ik dacht ja weer zo'n random duo blush. Maar echt allebei de kleuren zijn echt prachtig. Ik vind de blushkleur heel mooi, dat roze. En ik vind het ook heel mooi om deze andere kleur te gebruiken als een soft highlighter. Ja, en de lipproducten. MAC is gewoon always killing it met de lipproducten. Ook weer allebei amazing. Deze voelt echt zo fijn aan. Deze matte liquid lipstick. Oh my god. Hiervan kan ik echt gewoon met volle overtuiging zeggen. Dit zijn wel echt gewoon de prijs waard. Ze voelen echt fantastisch aan op de lippen. Allebei. Dus ik raad ze echt gewoon allebei aan. Deze gaat ook zeker mask-proof zijn. Ja, het geeft echt helemaal niks af. Echt ideaal. Kijk, helemaal niks. Ik ben heel benieuwd of jullie deze collectie aanspreekt. Let me know beneden in de reacties. En ik hoop zoals altijd dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!